Lieve mensen, wat geweldig dat u ook vragen hebt gesteld naar aanleiding van mijn vlog over zeehonden en natuurlijk voor Dierenlot. Nu, er was een vraag over potvissen. Waarom stranden potvissen ook in Nederland en ook in de Noordzee? Nou, het is heel simpel. Ja, simpel. De potvissen die krijgen hun jongen bij de Azoren. Daar zijn moeders met hun jongen en mannetjes, daar gebeurt het. Maar dat is in de zomer, of in de winter, sorry, in de winter. Maar dan, in de zomer, dan gaan de mannetjes, de onvolwassen mannetjes, die gaan met de grote groepen, die gaan naar de Noordelijke IJszee en die gaan daar pijlingvissen eten, van allerlei lekkers. Die zijn in groepen, maar er zijn hele oude mannetjes, die gaan alleen op pad. En dan zijn ze hier lekker aan het eten. Een potvis kan 70 jaar worden, dus dat is niet niks. Hè? En dan gaan ze weer terug, want ja, in het voorjaar, dan is het daar te doen. De potvissen, die gaan na de zomer, dan gaan ze naar de Azoren weer terug. Want daar gebeurt het. Daar zijn de vrouwtjes en daar zijn de jonge dieren. Maar wat gebeurt er? De groepen jonge mannetjes, die nemen soms de verkeerde afslag. En dan gaan ze de Noordzee in. En ook een enkel mannetje doet dat ook, de groepen doen het. En waarom dat het komt, er zijn heel veel redenen om te bedenken. Maar in 1500 zoveel stranden er ook al potvissen in Nederland. Dit is iets, er zijn altijd sufferds die gaan bij Engeland daarboven, gaan de verkeerde kant op. En dan zou je zeggen, nou dan gaan ze leuk door het kanaal en dan zwemmen ze dan naar de onze Azoren. Maar een potvis die geeft geluiden, die heeft een sonar. En die maakt geluiden, die klik, 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 zegt hij. En als dat tegen een wand aankomt, dan komt het naar hem terug. En dan weet hij, oh, daar moet ik niet heen. Rotskusten, dan gaan ze er niet tegen aan zwemmen, want dan zouden ze wel gek zijn. Maar wat gebeurt er nu bij ons, in ons gebied? Daar heb je vlak. Dus ze klikken en ze geven signalen uit, hè, met een sonar. En nee, dat komt niet terug. Dus ze denken, hoppakee, we zwemmen lekker door. En dan komen ze op onze eilanden terecht. En dat gebeurt. Er waren heel veel potvissen op Ameland gestrand. Maar er zijn ook, die zijn allemaal dood gegaan. Het is heel moeilijk om potvissen te redden. Maar de mannen op de Schelling, Hessel Wiegman met de rescueboot en de helikopters, die hebben met elkaar een paar potvissen kunnen redden. En die potvissen waren zo blij, die hebben ze weer naar diep water gestuurd. Want een potvis, die kun je niet aan zijn staart trekken. Want je moet een potvis zien, die zwemt altijd vooruit. Een potvis kan niet achteruit zwemmen. Dat kan die niet. Dus als die strandt, kan die niet achteruit zwemmen of opzij gaan. Dus je moet of een hele grote geul maken, of je moet hem met elkaar optillen. Maar nooit aan zijn staart trekken. Dus dit is gelukt. Ze hebben een geul gegraven. En die potvis, en weet je wat hij zei? Hij sloeg met zijn achtervin. En hij zei dankjewel. En hij klikte erover. Nou, dat is geweldig. En dat zijn potvissen. En het kan zijn door mensen dat ze verkeerd zwemmen. Het kan gewoon per ongeluk zijn. Ja, dit is altijd nog de een zegt, het is te veel lawaai boven. Iedereen krijgt de schuld, maar de potvis die is wel de dupe van alles. En we kunnen hem redden, soms.